Dit is het late nieuws van donderdag 13 augustus. Met vanavond, sfeer wordt grimmiger op Kos. Vluchtelingen keren zich tegen agenten. Politie heeft al meer dan 100 tips binnen over afperser Jumbo. En kitesurfers doen wereldrecordpoging voor het goede doel. Goedenavond. Een grimmige sfeer vanavond op het Griekse eiland Kos. De vluchtelingen die er maar blijven aankomen raken slaags met de politie. In dit stadion kunnen de vluchtelingen papieren krijgen om door te reizen naar andere Europese landen. Maar het is er overvol en er kan niemand meer bij. Kos is niet opgewassen tegen de schijnbaar eindeloze stroom migranten die via het eiland het Europese vasteland probeert te bereiken. Er zijn geen voorzieningen om zoveel mensen op te vangen en dat zorgt voor grote onrust. Nou, correspondent Evelien Redmeijer is op dit moment op Kos. Evelien, hoe is het daar nu? Nou, de rust is hier weer enigszins teruggekeerd. De meeste vluchtelingen liggen nu achter mij te slapen hier op de boulevard of op straat. Ze hebben de straatverlichting grotendeels uitgezet. Een soort noodoplossing, want de voorzieningen ontbreken hier. Dus ze proberen dit eiland ook zo leeg mogelijk te houden en vluchtelingen zo snel mogelijk naar Athene te brengen. Vanmorgen is er een hele grote groep weggebracht. En morgenochtend zullen er weer 1500 vertrekken. Dus dat is in een etmaal al 3000. En dus ja, het gaat redelijk voortvarend. Ja. En Evelien, waar willen deze vluchtelingen naartoe? Nou, opvallend genoeg willen alle vluchtelingen waar ik vandaag mee heb gesproken naar Duitsland. Onder vluchtelingen bestaat nu het idee dat daar het beste is om naartoe te gaan. Ze hebben verhalen gehoord dat daar voor iedereen werk is, dat je geld krijgt van de overheid en zelfs dat het weer daar beter is in Duitsland. Nou, hoe komen ze op dat idee? Nou, het zijn vaak ook smokkelaars die met dat soort toch wel iets te rooskleurige verhalen mensen over de streep proberen te trekken om zo'n bootticket te kopen en zich naar Europa te laten smokkelen. En ook als ze nu hier op Kos zijn en straks in Athene, dan zullen ze ook weer afhankelijk zijn van deze smokkelaars en weer hele grote bedragen aan die mensen betalen. Ik hoorde vandaag bedragen tussen de 1000 en 2000 euro om het door hun gedroomde Duitsland te bereiken. Oké, Evelien Redmeijer vanaf Kos, dankjewel. De politie heeft al meer dan 100 tips binnengekregen over de zogenaamde Jumbo-bomber. Deze man liet de afgelopen maanden meerdere keren explosieven achter bij Jumbo-supermarkten. Het gaat om een afperser die geld wil zien. Om de man te pakken te krijgen heeft de politie vandaag de hulp ingeroepen van het publiek. Het gaat om deze man te zien op bewakingsbeelden terwijl hij een explosief plaatst bij een Jumbo in Groningen. De politie denkt dat hij tussen de 20 en de 40 jaar oud is. Veel meer is er niet over hem bekend en daarom vraagt de politie om hulp. U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom wij daar nu mee naar buiten komen. Nou, ik zei het al, het gaat ons om de veiligheid en die kunnen we het best bereiken door de identiteit van de dader te krijgen. De politie geeft daarom allerlei details vrij. Een kookwekker die als timer werd gebruikt, een emmer waarin een explosieve stof zat en deze op het oog schattige kaart die naar een filiaal in Zwolle werd gestuurd. Maar in die kaart zat wel een explosieve stof. Deskundigen begrijpen daarom wel dat de politie de publiciteit zoekt om de Jumbo-bommer op te sporen. Hij dreigt, niet zomaar. Hij heeft het aangetoond door middel van een aantal keren explosieve plaatsen. Dat zal hij zeker weer doen, denk ik. Er is eigenlijk ook haast geboden. En dat het ernst is, blijkt ook uit het feit dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen bij alle 579 Jumbo-filialen. Wij hebben als politie in samenspraak met Jumbo de nodige maatregelen genomen. Opvallend en onopvallend. Om alle risico's zoveel mogelijk te beperken. De politie heeft een speciale website voor deze zaak. En ook via Facebook en Twitter wordt het publiek op de hoogte gehouden. De twee organisatoren van de fatale bungee jump in Noord-Spanje wordt doodslag ten laste gelegd. Dat meldt een Spaans persbureau. Bij het ongeluk van afgelopen maandag kwam een Nederlands meisje van 17 om het leven. Oorzaak was waarschijnlijk een misverstand. Het meisje was nog niet vastgehaakt, maar ze dacht dat een medewerker zei dat ze moest springen. In Alphen aan de Rijn is het Zwarte Pieten begonnen over het betalen van de schade veroorzaakt door het kraanongeluk. De gemeente stelt bouwbedrijf Maurik aansprakelijk. Die legt de claim weer neer bij BSB Staalbouw. En dat bedrijf vindt weer dat onderaannemer Pijneman moet betalen. Dit kraanbedrijf wil verder niks zeggen over de aansprakelijkheid totdat het onderzoek is afgerond.
In IJmuiden heeft de politie een 32-jarige man aangehouden. Die is bekend komen te staan als de rennende rukker. De man bevredigde zichzelf op straat, viel er vrouwen mee lastig en soms rende hij zelfs achter ze aan. 5 vrouwen deden aangifte. Een van die vrouwen herkende hem vanmiddag in een supermarkt. In deze Lidl in IJmuiden wordt de man herkend. Hij probeert de benen te nemen als hij door een slachtoffer wordt aangesproken. Maar dat laat ze niet gebeuren. Dus zij heeft samen met winkelpersoneel deze man onder controle gehouden. En wij hebben van een overdracht gedragen gekregen. En deze man is zojuist in verzekering gesteld. En dat is een opluchting voor veel vrouwen die niet meer rustig over straat konden. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Het hoort niet natuurlijk. Dus ik hoop dat ze hem snel pakken. En dat hoopte dit meisje ook, want zij kreeg met hem te maken. Hij begon dus steeds dichterbij te komen. Ja, en één keer schreeuwen nog, nou, help niet. Ben ik zo gestaan, heb ik zo gedaan. En dat hielp. De man ging er vandoor. Ze is opgelucht dat hij nu is opgepakt. Hij wordt door de politie verhoord. Imtech is failliet. Het installatiebedrijf bungelde al een tijdje. Had uitstel van betaling aangevraagd. En nu is het over en uit. Vanaf het hoofdkantoor van Imtech in Gouda, economieverslaggever Eelco Hilterman. Ja, bij Imtech werken wereldwijd 22.000 mensen, waarvan 4.000 hier in Nederland. En voor 1.300 van hen was er vandaag toch goed nieuws. Want zij werken bij bedrijfsonderdelen die zijn overgenomen door andere bedrijven. En die banen blijven dus bestaan. De curatoren die gaan nu proberen om ook de rest van Imtech te verkopen. En zij zeggen dat er ook veel interesse voor is. Ja, in hoeverre dat echt allemaal gaat lukken, dat zal de komende dagen, weken, misschien wel maanden moeten blijken. Belgische artsen waarschuwen voor de risico's van zware krachttraining voor tieners. Jongeren die nog in de groei zijn, kunnen hun lichaam in de sportschool te zwaar belasten. Ook in Nederland is het door de opkomst van goedkope fitnessketens eenvoudig om lid te worden, ook als je nog geen 16 bent. Al op zijn 14e begon Stan met krachttraining en dat heeft hij geweten. Omdat ik toen de apparaat gebruikte die ik niet mocht eigenlijk. Dan kreeg ik veel druk om het goede schuiven en dat deed toen best wel veel, kreeg ik wel last van. Toch beginnen jongeren steeds eerder met krachttraining, onder aanvoering van popsterren als Justin Bieber en One Direction. Heel veel jonge jongens tegenwoordig willen er vooral breed en stoer en mannelijk uitzien. Dus breed en je spieren versterken. En dan moet je heel veel trainen om dat te kunnen bereiken. Ik wil niet dat ik zo lang ben dat ik dan zo dun ben. Dat vind ik niet eruit zien eigenlijk. Dus dan wil ik wel wat breder zijn. Ja, dan moet ik even. Jong beginnen kan best als je maar goed wordt begeleid. Bij deze sportschool betekent dat personal trainers. Het kan iedereen zijn. Ouders, ander familielid, buurman, buurvrouw. Je moet vooral kracht trainen. Ja, technisch goed en niet te zwaar. En als een ouder iemand jou zegt, probeer maar. Zonder dat hij precies weet wat de risico's zijn voor jongere kinderen, kan dat gevaarlijk zijn. Bij de explosies in de Chinese stad Xinjiang zijn in ieder geval 12 brandweermannen om het leven gekomen. Het totale dodental staat nog altijd op 50, maar het is zo goed als zeker dat er meer slachtoffers zijn gevallen. Een dag na de gigantische ontploffingen op een bedrijventerrein is de omvang van de verwoesting duidelijk te zien. Mensen in de omgeving zijn bang dat er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, maar de Chinese overheid wil daar niets over zeggen. In de Pakistanse stad Peshawar zijn 6 mannen ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank zijn ze medeplichtig aan een aanslag van afgelopen december. Taliban-strijders vermoorden toen 134 kinderen op een militaire school. De daders zelf kwamen daarbij om het leven, maar ze zouden dus handlangers hebben gehad. De terreurdaad was voor Pakistan aanleiding om de doodstraf opnieuw in te voeren. De mannen die vandaag veroordeeld zijn, kunnen nog wel in beroep. Een recordpoging voor een goed doel in Australië. Daar gaan 8 kitesurfers in 10 dagen tijd 1000 kilometer kiten over het Great Barrier Reef. Het grootste koraalrif ter wereld. En dat doen ze om geld in te zamelen voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Witte stranden in een strak blauwe zee. Lekker surfen. Het heeft verdacht veel weg van vakantie, maar dat is het bepaald niet. We're going to be kitesurfing up to 10 hours per day for 10 days. So it's like doing back-to-back marathons, but in the water with all the complexities that go with kitesurfing. Het team bestaat uit 8 kiters die allemaal zo hun eigen reden hebben om mee te doen aan de race. My work is, as a research scientist, is to try to understand motor neuron disease and find a cure for it. So I've combined my 2 passions, kitesurfing and the work that I do,
to try and bring this thing together to raise funds. I, for one, have good friends and whatnot who have passed away and who are currently suffering from motor neuron disease, so I'll definitely be thinking of them to push me through the end. Nou, dat gaat niet vanzelf, ook al is het prachtig en leuk om te doen, het is loodzwaar. You know, there's lots of kind of fun and more notable risks around sharks and things like that, but I think the more practical real risk is just fatigue. The journey we're going to do now is nothing compared to what patients and their carers and families have to go through, knowing that there's no cure or effective treatment. Als ze het volhouden, komen ze ook nog in het Guinness Book of Records. Het huidige kitesurfrecord staat op 830 kilometer. En dit was het late nieuws. Morgenochtend dan zijn we er uiteraard weer. De eerste uitzending is dan om 6:30. En online zijn we er natuurlijk de hele nacht. Tot morgen. Dag.